Als ondernemer is het zeer belangrijk om de vaardigheden te bespreken op het Europees Parlement van Ondernemingen. Vaardigheden zijn namelijk het sleutel tot het succes in het concurrentievermogen en de aanpassingen van de KMO's in het kader van de marktveranderingen. We zien vandaag dat de digitale en groene transitie heel wat beweging zorgt op de markten. Bovendien, door de afname van de beroepsbevolking en de afname van de expertise bij onze werknemers, moeten we meer en meer inzetten op de vaardigheden bij onze medewerkers. Het is van cruciaal belang dat de EU inzet op een uitgewerkt beleid in het kader van vaardigheden. Dat zal ons helpen om de toekomstige behoeften in te dekken om de arbeidsmarkt en de toekomstige ondernemingen te verzekeren. Mijn aanwezigheid hier vandaag weerspiegelt eigenlijk mijn inzet of mijn toewijzing om als ondernemer bij te dragen bij de beleidsvorming bij bedrijven en de sectoren te beïnvloeden. Gezien de enorme veranderingen die er vandaag zijn op economisch vlak door de groene en digitale transitie, is het belangrijk dat de opleidingen en de realiteit van de arbeidsmarkt weerspiegelen. Deelname aan deze gesprekken en debatten stelt mij in staat om de ervaringen die ik heb uit de verschillende ondernemingen te delen en samen te werken aan Europees brede oplossingen die de vaardigheden van het menselijk kapitaal van de interne markt maximaliseren.